Mary Borsato, 78, zet na 23 jaar haar landhuis in Alkmaar te koop, waar ze samen met zoon Marco Borsato, 56, veel heeft meegemaakt. De bruidsmodeontwerpster kocht de villa in 2000 van Marco zelf, nadat hij naar Blaricum verhuisde. In 2020 keerde Marco terug naar Alkmaar na zijn scheiding van Leontine en vond tijdelijk onderdak bij zijn moeder. Helaas werden moeder en zoon in 2020 het slachtoffer van een inbraak, waarbij dierbare sieraden en dure camera's werden gestolen. Ondanks deze nare gebeurtenis neemt Mary nu afscheid van de villa, die vol zit met zowel positieve als negatieve herinneringen. De villa heeft een woonoppervlakte van 143 vierkante meter en bestaat uit 2 woonlagen en een zolder. Met 3 slaapkamers en een badkamer biedt het huis alle ruimte die nodig is. De langgerekte tuin, gelegen op het zuiden, is een oase van groen, rust en privacy, iets waar Marco erg van genoot. De vraagprijs voor deze prachtige villa in het Alkmaarse dorp Stompetoren bedraagt €769.000.